Welkom bij De Koers is van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Geniet van onze WK-update met koersprofessor Mark Sergeant. Je moet daar niet meer aarzelen natuurlijk. Maar er sluit veel voor naam en valt stil. De grote drieën zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans, man. Juwen van der Poel, Schachman, Alaphilippe, Greg van Avermaet. Een stuiter zit erbij. Nu wordt het interessant. Ergens heel goed verborgen op een prachtige locatie in het Pajottenland woont Mark Sergeant. 19 jaar lang, tot september 2021, ja, dat is nog maar een jaar geleden, werkte hij voor de Lottoploeg als ploegleider en sportief adviseur. Hij was het gezicht van Lotto. Het eerste woord dat mij altijd te binnen schiet als ik aan Mark Sergeant moet denken is gentleman. Maar sinds iets minder dan een jaar is daar ook bijgekomen koersprofessor. Want onder die naam kun je in het Nieuwsblad zijn inzichten lezen die gebaseerd zijn op jarenlange ervaring en een scherp kennisoog. Wat zijn we blij hem aan boord te hebben als columnist. Ik reed dus met een ongelooflijke nieuwsgierigheid de oprit van Mark Sergeant op voor een eerste podcast met hem. Blij hem nog eens terug te zien, want onze wegen kruisten vroeger heel vaak toen ik zelf fulltime wielerverslaggever was. Maar vooral was ik heel nieuwsgierig naar zijn inzichten over het WK in Wollongong. Het werd een ongelooflijk boeiende babbel met nieuwe inzichten, jawel. Spits de oren, want onze koersprofessor, daar steek je altijd iets van op. Goed, we zitten bij Mark Sergeant. Jij zit heel goed verborgen. Ik heb echt moeite gehad om het te vinden. Ja. En gisteren zei jij mij van, bel mij een kwartier voor je hier aankomt. Ik dacht slimmer te zijn, ik heb Waze. Mm-hmm. Ik dacht, ik ga niet bellen, ik ga stipt zijn, ik ga op tijd zijn. En ik heb jou toch moeten bellen, want zelfs Waze kon mij niet loodsen naar waar jij verborgen zit in een soort van Vlaamse Zwitserland. Ja, je kunt het niet beter verwoorden. We zitten... Eigenlijk een beetje verstopt voor al wie niet wandelaar is of fietser of mountainbiker, noem maar op. Die kunnen het wel vinden, maar met een auto is het niet simpel. Nee. Ja, prachtige locatie, ik zeg het. Ja. Als ik hier buiten kijk, waan ik mij in Zwitserland. Wij wanen ons dikwijls op vakantie. Ja, ja, fantastisch. Dat is een goede sfeer om een podcast op te nemen. Ja, jij bent onze koersprofessor, noemen wij je. En ik vind dat een heel goede term. Columnist bij het Nieuwsblad. En vaak de man die... Ja, met zaken afkomt die wij misschien niet helemaal gezien hebben als we naar dezelfde koers zitten te kijken. Jarenlange ervaring natuurlijk. Hè. Wel, dat was een beetje de insteek bij het eerste gesprek dat we daarover hadden. Van, iedereen ziet de koers op zijn manier, maar probeer jij eens de dingen uit te halen die wij niet zien als journalist of als gewone toeschouwer. Wat valt er u op in een bepaalde situatie? En daar probeer ik mij zo'n beetje op te focussen. Ja. Natuurlijk, als massasprint is en die wint, en dan is het normaalste zaak. Maar er kan iets ervoor gebeurd zijn dat dat beslist wie dat wint of niet. En dat is een beetje de bedoeling om dat eruit te pikken. Dus we zijn zeer benieuwd wat jij al gezien hebt van het WK tot dusver. Ik bedoel vooral wat jou opgevallen is, wat ons misschien minder opgevallen is, of een tendens die je tot dusver van de voorbije dagen gezien hebt. Vooral dat het zijn alleen nog maar tijdritten geweest natuurlijk. We zijn echt goed bezig in die tijdritten. We pakken medailles als België. Met Segaard, met Fabioris, met Remco. En Remco. Dus ik vraag me af, is dat een soort kampenaartseffect? Hij is er toch maniakaal mee begonnen, een aantal jaar terug. Het resulteert dan toch uiteindelijk in een overwinning in Tirreno Adriatico. De laatste tijdrit, toch de beste geklopt. Mm. Dan een onwaarschijnlijke droom waargemaakt, uurrecord gevestigd. Ik denk dat dat toch geïnspireerd heeft voor de jeugd nu. Of het bij de vrouwen, de insteek is, weet ik niet. Maar ik denk dat het toch een generatie geprikkeld geweest is door wat Kampenaerts bewezen heeft als tijdrijder. Ja. Je hebt hem van dichtbij gezien uiteraard, bij Lotto, de Lottoploeg. Ga ik zo noemen, want de co-sponsor is doorheen de jaren verschillende keren veranderd, om ons niet te verspreken. Ik ben trouwens niet meer in dienst, dus we hoeven daar geen rekening mee te houden. Maar je hebt hem van dichtbij bezig gezien. En vertel eens, hoe maniakaal is dat? Met wat soort dingen kwam hij soms af, waar doorgewinterde profs ook naar keken van, wat doe jij nu? Nou, ik heb hem aan boord gehaald toen hij een beetje tot zijn ongenoegen niet mocht voluit gaan in een tijdrit in de Giro. Ja. Omdat ze, ik weet niet meer met wie in het klassement vooraan stonden. Hij moest een dag nadien terug helper zijn van die. Dat was bij de ploeg? Lotto Jumbo. Ja, toen. Lotto Jumbo. Ja. Ik belde hem, ik denk vlak nadien, Giro, die gaat direct toehappen. En ik zei hem, bij ons mocht je volledig je ding doen in tijdrijden. Wij zijn daarna op zoek. Zeg, maar ik zou er toch ook aan denken, als ik een goede tijdrit rijd, om die kleine rondjes proberen te winnen.
Je kunt er makkelijk een goede tijd neerzetten. En dan zien dat je er altijd bij zit en je wint rondjes. Daar is hij nu mee bezig, denk ik. Ja. De omscholing, maar toen helemaal nog niet. Focus op die tijdritten. Ik weet de eerste stage dat we toen samen deden met de ploeg. Kwam hij soms al, als wij aan het ontbijt zaten met de renners, kwam hij al van uit de fitness. En dan zag je toch een paar wenkbrauwen fronsen zo van, wat heeft hij nou gedaan? En toen werd er gretig op Victor vragen afgevuurd. Zo, niet met iedereen erbij, maar zo hem gaan opzoeken op zijn kamer. En wat doe je juist? Waarom is dat juist? En ze begonnen dat ook een beetje te kopiëren. Bij sommigen met veel bijval. Bij anderen dan weer niet, die afhaakten. Maar hij bleef daar maniakaal mee bezig. En zocht... Maar welke profs zijn? Want dat zijn profs die jarenlang ervaring hebben. Die dan, dat komt dan een nieuwe kerel die uiteindelijk uit de triathlon aanvankelijk kwam. Wie bijvoorbeeld gaat dan naar hem? Echt doorgewinterde profs? Ja, wel eens was toch al een aantal jaar bij ons in de ploeg toen. En die was zo'n renner die al Eneco Tours gewonnen had. Ja. En zo, die kon er echt profijt uit halen van seconden te winnen in een tijdrit. En die, ik ga niet zeggen dat hij dagelijks met Victor zat te babbelen. Maar hij wou wel het onderste uit de kan van waarom dit en waarom dat. Vaak eens aan tafel gaan zitten met Victor. Ja, absoluut. Ja. Zeg, je hebt daarnet in het voorgesprek een fantastische anekdote ook verteld. Van ja, dat Victor Kampenaars inderdaad een beetje een gids was. En dat hij toch ook indruk gemaakt heeft op doorgewinterde profs. Een anekdote van Thomas de Gent. Die dacht eventjes Victor te gaan kloppen en met zijn voeten op de grond gezet was. Ja, dat was fantastisch. Belgisch kampioenschap tijdrijden. En dat ligt traditioneel net een week voor de toerstart. Mm-hmm. En Thomas die ging zich altijd voorbereiden in Calpe. Mm-hmm. Daar altijd de bergen doen. Een fantastisch voorbereiden als een soort stage op zichzelf. En toen zei hij... en ik schrijf van Marine in Belgisch kampioenschap tijdrijden ook. En wij zeiden zijn al terug van Spanje. Ik zal wel zien dat ik er ben. Mm-hmm. En hij had toen de nacht ervoor van Spanje helemaal tot in België teruggereden. Thomas de Gent, zelf gereden. Dags voor het Belgisch kampioenschap. Ja. En toen kwamen we naartoe en hij zei van, ik ben niet maar voor één ding gekomen. Dat is om Kampenaars te kloppen. Wow, en Kampenaars dus, hoorde dat. Ja, hij zei bij het binnenkomen van de bus. En dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè? Ja. Of Kampenaars zegt van, wat denk jij wel, jongen? Het is ik weet niet hoeveel duizend kilometer. Ja, van Kampen naar België, dat is een serieuze rit. In de auto gezeten, daar ga je mee gaan kloppen. Nu, om direct tot het resultaat te komen, het was maar 2 seconden verschil. Hè. 1 en 2, ja. En dan... Maar dan zat de Gent ook beginnen nadenken van, had ik er nu ook maar een keer iets voor gedaan. Ja. We gaan die smurfie niet kloppen als we ook niet in Spanje doen. Maar de Gent had er ook geen baat bij om op rollen te rijden en dit en dat. Die ging 's morgens gewoon gaan fietsen, parcours verkennen. En dan die had die gave van nul naar in één keer 60 per uur. Die zag ik daar niet vanaf. Ja. Dat is een gave. Onwaarschijnlijk. Ja, ik heb nu recent ook... ergens in de Britse gespecialiseerde pers een verhaal gelezen over Jumbo-Visma, dat zij tijdritschoenen laten maken, op handgemaakt, in Nederland. En ik geloof dat die €1.800 per paar kosten. En eigenlijk een soort van, het ziet er een beetje uit als een klompachtig iets, dus zonder sluiting en dergelijke meer, helemaal op maat gemaakt in carbon om aerodynamisch te zijn. Dus ja, Kampenaars is het in de details gaan zoeken, maar je moet maniakaal zijn om met dat tijdrijden, om daarin mee te spelen. Hè? Absoluut. En die schoenen, die voorloper daarvan, dat is Adam Hansen geweest. Hè? Ja, die maakte dus ook zijn eigen schoenen. Ja, en carbon zo, en ook zo met een speciale sluiting en zo. En toen kwam hij tot besef van, godver, nu heeft er met iedereen gebeld, die wilde ook zo'n paar schoenen. Dus dan moest hij eigenlijk bijna 2 man in dienst nemen om schoenen te maken. Een handeltje is het geworden dan. Die kosten nog veel meer dan het bedrag dat je daarnet zei. Hè? Ja. En zei, ik sloeg een prijs uit mijn hoofd en die zei, ja. Dus ik denk dat het €5.000 was. €5.000, ja, en hij heeft dat verkocht? Ja. En hij heeft er ondertussen al gemaakt voor verschillende tijdrijders. Hè? Ja? Ja. Voor profs? Ja. Onwaarschijnlijk. Ja. Maar dat was ook zo'n speciaal tip op zich, Adam Hansen. Dat was die dacht anders dan
dan we allemaal denken. Ja. Oké. Okay. Goed, heel interessant. En dan ja, de tijdrit bij de profs uiteraard. Daar wordt Remco derde op 9 seconden. Ik denk enerzijds mogen we zeggen heel sterke prestatie, maar dan ja, vraag je toch af en dan richt ik de vraag aan jou als koersprofessor. Mm-hmm. Dus ik kan enerzijds vertellen hoe straf het is wat Evenepoel doet. En anderzijds, waar heeft hij het dan laten liggen? Want de voornaamste vraag die ik had was, Remco zegt... Ik heb mijn beste wattages ooit in een tijdrit getrapt. Als ik dan deductie doe, dan denk ik, Remco die zijn beste wattages ooit in een tijdrit trapt, waar heeft Vos dat dan op hem gepakt? Ja. Dus dat zijn twee vragen aan onze koersprofessor. Eerst zou ik zeggen, wat hij gedaan heeft, is fenomenaal goed. Na zijn winst in de Vuelta, twee weken met die rode trui rondrijden, mentaal, fysiek, een tikje krijgen, toch overeind blijven. Dat op zich vond ik fenomenaal. Dan pas op 9 seconden stranden van de wereldtitel. Dat is schitterend gereden. En volgens mij, waar heeft hij het laten liggen? Dat is in de bochten. In de bochten, ja. Er waren heel veel bochten. Hè? Er waren heel veel snelle bochten die je met veel snelheid kon ingaan. En dan moet je die snelheid kunnen bouwen. Ja, zo hoog mogelijk houden om het... Ja, het is makkelijk. Het is van 40 naar 55 of van... 45 na 55, dat maakt een groot verschil. Mm. Dus dan ik zag Ghana een paar keer heel, heel flirten met boordstenen, ja, met dranghekjes. Ja. Koen onder andere ook. Ik hoorde José en ik deed bijna mee. Zo van, jongens, dat was er dichtbij. En dat hebben we geen enkele keer gehoord bij Evenepoel. Ja. En ik zat ernaar te kijken en ik dacht bij mijn eigen, je hebt groot gelijk, jong. Ja. Want volgende week kun je ook wereldkampioen worden. Ja. En zo jammer, dan moesten ze nu in drangetjes vliegen of over kop gaan, over een boordsteen en het is allemaal over. Ja. Je hebt dan net de Vuelta gewoon een uit vooraf, waaraf gezegd, die kan hier niks verliezen. Dus het opent perspectieven voor de toekomst. Hij staat er nu al 3 keer na elkaar op dat podium. Het zal niet langer meer duren of het zal de eerste zijn. Ja. En dan vind ik het zeer interessant. Je zei ook, alweer in ons voorgesprek, dat... dat je bochten, dat je daar ook een bepaalde strategie zelfs in een tijdrit kan hebben, hoe je die aanpakt. Dat niet zomaar is van, ja, dat is een renner die wel goed op de fiets zit, die een bocht goed neemt, maar je kan er echt over nadenken. Ja, nee, we hadden in de tijd een specialist die zich daarmee bezig hield, Weber. Sebastian Weber, Weber, grote naam. Hè? Duitser, ja. Die bekend was om zijn structuur. Hoe moet je dat doen? Hoe breng je een sprinter... Na de laatste 200 meter, 150 meter. Wie moet dat doen? Aan welke snelheid? Dus dat was bij ons daarin gepeperd, hoe dat moest. Dat was echt fantastisch als dat werkte. En ik heb met die man dikwijls op training geweest en die mannen moesten dat dan doen. Dan pakte hij het metertje van André. Hij las dat uit op zijn computer. Niet goed. Herbegin. Je moet altijd die curve zien. Kijk, dat moet een curve zijn die tot aan topsnelheid en die topsnelheid die moet aan de streep liggen. En daar mag geen enkel knikje in zitten, want dan is er daar iets fout gegaan. Mooi. Dus echt zo kritisch daarna kijken van... Echt. Ja. Was, je mag geen... En de derde keer, dat was de inspanning, ze moesten dan kilometer of 4 terugrijden. En dan vanaf 3 deed hij dat. Dat was maar gewoon om de snelheid erin te krijgen. En vanaf 1600 was dan Sieberg. We kennen ze allemaal nog zeker. Rans, Henderson. Ja, fantastische trein toen. Ja, formidabel. Toen, een derde keer zijn we, nee, niet goed. Maar die mannen zijn toen ook, dat zijn wel maximale inspanningen natuurlijk voor die mannen. Hè. En hij zei, ga toch nog een keer moeten doen. Zeg. En die 4 bonken stonden daar dan voor hem. Nog een keer doen. En toen zijn we, nu was het goed. Ja. Maar toen liet hem ook, hij liet altijd de bewijzen zien. Ja, fenomenaal. Of het was jij. Die knik mag er niet in zitten. Ja. Hij moet zijn kick moet hij kunnen lanceren op het juiste moment. En hij is niet alleen begeleider geweest van Greipel, maar ook van Tony Martin. Geen slechte tijdrijder. Nee, dat is het minste wat je kunt zeggen. Hij liet me dat eens zien. Hij was toen in de Dauphiné. En hij werkte toen uiteindelijk voor Martin, maar omdat hij close was met ons, liet hij me ook zo'n beetje dingen zien. En hij had een paar, hij was dan met medewerkers ook, en één bocht liet hij me zien van Tony Martin.
En dan liet hij met dezelfde bocht, de bocht van Jurgen van den Broek zien. Mm-hmm. En ik kon mijn ogen niet geloven. Dat was een hele vlakke bocht, niks speciaal. Maar bij het uitkomen van die bocht had Maarten, ik weet niet meer hoeveel per uur snelheid meer dan van den Broek. En had hij op zich al meer dan 2 seconden gewonnen in 1 bocht. In 1 bocht. In 1 bocht. Seconden. 2 seconden, ja, in 1 bocht. Daar worden tijdritten op beslist. Hè? Ja, en nu, als ik dit nu zag, dan zijn ze daarin ook geëvolueerd. Wat ik nu zeg is 2011. Hmm. We zitten nu 11 jaar verder. Ja. En je begint nu duidelijk te zien, dat begint op het Formule 1-achtige te zijn van ja, lijn naar lijn. En hier dan drangetjes of stoepen. En die andere mannen deden dat met risico op, ja. Valpaard. Hè. Er is er trouwens eentje gevallen. Allee, eentje dat we toch weten dat het een geval, ja, is. Maar ik vroeg mij ook tegelijk af, is het dat waard, ja, voor Evenepoel, ja, nu? Ja. Dus mogelijk, allee, daar kan hij dan, heeft zijn fantastische vermogens getrapt, maar waarschijnlijk net iets minder risico in de bochten. En als je zegt van potentieel, zelfs in 1 bocht kan je tot 2 seconden verliezen. Ja, 9 seconden. Het parcours lag bezaaid met snelle bochten. Ja, ik hoorde het daarnet nog in de relay ook, dat er toch linker bochten bij zitten. Je moet durven laten gaan. Je moet, ja. En dan het nieuws is het nog, kan, hè. Het nieuws is nog vers. Hè. We weten niet hoe het gaat aflopen, maar vanmorgen hebben we Annemiek van Vleuten zien vallen. Ja, dan denk je, is het dat waard? Op dat moment waren ze eigenlijk niet meer aan het strijden voor een medaille. Nee, ja, ze hadden al pech. Mollema, ja, de ketting eraf en zo. Maar je bent daar, je gaat naar Australië, je, ja, doet al die voorbereidingen. En dan wil je natuurlijk die koers ook doen. Hè. Mm. Uiteindelijk worden ze nog 5e met 2 keer 2 renners. Ja, ja, onwaarschijnlijk. Dus, dat is ook straf. Maar het zal blijken, ja, in hoeverre dat dit repercussies heeft voor de wegrit voor Annemiek van Vleuten. Ja, het was toch een serieuze knal. Hè. Ja. Het is me nog altijd niet duidelijk. Zij zegt van band ontploft. Die was inderdaad wel ontploft, dat zag ik achteraf. Maar was dat erin? Ik weet het niet. Ja, zal blijken. Zal zitten hier nog vers. Er moet nog een paar herhalingen zien. De pers, inderdaad, er zullen wel nog verklaringen komen. Ja, dan komen we eigenlijk naadloos bij Wout van Aert, want die heeft dan gekozen om de tijdrit niet te rijden. Deels om die voorbereiding naar de wegrit perfect te houden, maar tegelijk ook geen risico's nemen en niet in die positie gedwongen te worden om risico's te moeten nemen om wereldkampioen te worden. Want een zilveren medaille, daar start hij niet meer voor op het WK-tijdrijden. Daar heeft hij er genoeg van. Nee. Vanmorgen stond er nog in de krant een interview met Cadel Evans, jou wel bekend. Hè? Mm-hmm. Ja, die ook zei van, ik zie niet in wie Wout van Aert gaat kunnen kloppen. Ja, ja, maar dat is nu net het nadeel van Hans dat plaatje. Hè? We mogen niet vergeten dat Alex Segaert en Fiebe Joris ook uitstekend gepresteerd hebben, een medaille gehaald hebben voor België. En misschien heeft Van Aert gedacht van, dat was wel een parcours voor mij. Mm. Maar hij is de man van keuzes. Mm. En als hij een keuze maakt, maakt hij meestal een goede keuze. Dus ik denk dat we de beste Van Aert gaan zien zondag. En met een hele sterke Evenepoel naast zich, denk ik dat ze beter gewapend zijn dan vorig jaar. Ze moeten alleen niet in de val trappen van, we gaan het alleen oplossen. Ik zou toch vooral het Franse blok, het Nederlandse blok, mee in het water trekken. Ja. Als die niet rijden, dan rijden wij ook niet. Je kan dat wel even spelen, maar je moet als... Oké, wij zijn de grote favoriet, met Van Aert en Evenepoel. Dus dan moet je de rol op zich, op u nemen, om... Oké, wij gaan beginnen te rijden als er een ontsnapping weg is. Wij geven ze niet meer dan x aantal minuten. Maar wij gaan het ook niet alleen doen. We laten maar één rijden en als het blijft oplopen, gaan er toch een paar ploegen moeten nerveus worden om ook een mannetje bij te zetten. En ik denk dat dat misschien de fout was verleden jaar, dat ze te veel, te gretig alles op zich namen. En dan, je moet je ook voorstellen, die druk die op Van Aert dan komt, je moet dat niet onderschatten. Hè? En wat gaat de rol van Evenepoel dan worden, die we toch graag ook in die finale zouden hebben, niet op 80 kilometer van de einde, maar... Ja, ergens laat stuur. Hij heeft in Lac-Bastenaak-Luik laten zien dat hij dat kan. Hmm. Laredoet, in de voorbije jaren, zei dat is onmogelijk, vandaar dat gaat niet. Hè. Maar hij heeft wel laten zien dat het wel gaat. Hè. Ja. Dus, natuurlijk, Mark, je kan wel als Belgische ploeg zeggen van wij gaan de koers niet alleen dragen. Maar ja, als die Fransen zeggen van Alaphilippe is de voorbije 2 jaar wereldkampioen geworden,
doe maar. En als de Nederlanders zeggen, voor ons hoeft het ook niet. Jullie hebben de favoriet. Wat doe je dan? Hoe kan je dat overtuigen? Ja, je moet op een of andere manier toch... de volgwagen? Ja. Moet ze toch prikkelen. Hè? Ze zijn daar ook... Ze gaan niet naar Australië om tweede of derde of negende en te worden. Ik zeg maar iets. Hè? Met Van der Poel, met Pojaka, met Matthews voor eigen volk. Met Hayter ben ik ook een hele interessante coureur. Maar de Fransen hebben daarmee Alaphilippe, die misschien niet de allerbeste Alaphilippe zal zijn, door wat hij allemaal meegemaakt heeft dit jaar. Maar ze hebben die Cosnefroid, die in Canada toch ook zijn wedstrijd meepakte. Die daar in dagskoersen kan die ook wel serieus uitpakken. Laporte, ook zo nog een. Ja. En dan komen we weer terecht in welke ploegspellen gaat er gespeeld worden. Gaat de echt nationaliteiten respecteren? Ja. Of ga je toch aarzelen als het een ploegmaat is van u? Ja, want Laporte bijvoorbeeld, die rijdt met Wout van Aert. Laporte van Aert is een probleem. Hè. Dat is, heb jij dat ooit meegemaakt, dat het conflict tussen ploeg en land? Ja, ik heb het ooit meegemaakt. Het was in, ik dacht in Oostenrijk, 2K... dat Bettini uiteindelijk wint. Mm. En er valt daar een gaatje. Het ging normaal een soort van massasprint, een man of 60. En op een gegeven moment, de laatste 700 meter, valt er daar een gaatje. Het was een Spanjaard of een Italiaan, ik weet het niet meer. En je hebt dan, vermoed ik Bettini zeker, Zabel en Valverde. En die drie pakken zo 50, 60 meter. En daarachter zit McEwen. En die zit Rodriguez. De Amerikaan Rodriguez, ploegmaten bij Lotto. Ja, La Vitamon Lotto in die tijd. En het automatisme in McEwen zei, kom aan Fred, gaan! Ja. En die bleef zitten. En dat zijn die paar fracties van een seconde. Ja, die dan, want die had een Amerikaanse trui. Die had een Amerikaanse trui. En na de aankomst was dat er een woordenwisseling van, oh, ik ben geflikt en godverdomme. Oei, en dan denk jij... En Rodriguez stond daar zo, I have another jersey and I cannot do this for my people. En, ja, dat was even wringen. En hoe gaat dat dan nadien als die dan bij de ploeg komen? Moet jij dan een soort van overleg doen of proberen toch de plooien glad te steken? Ja, je moet proberen te respecteren. Ze zijn geselecteerd voor hun land. Maar die automatismen zitten daar zodanig in. En Rodriguez had dan, ik dacht, die toer misschien drie keer de laatste man voor McEwen geweest en zoveel keer gewonnen. Dat is ergens een logica dat daarin zit. En je ziet die in trui niet. Je denkt dan, Fred. Ja. maar Fred denkt... Maar heb jij nadien een gesprek moeten hebben binnen de ploeg? Omdat... Dat is daar redelijk snel uitgegaan. Ik moet zeggen, ze zijn daar professioneel in geweest. En McEwen kon het op een duur wel verstaan dat een Amerikaan... Ja, iedereen zou het wel gezien hebben ook. Hè, van, Rodriguez... ploegmaat in, gaat je dichtrijden en McEwen wordt wereldkampioen. Ja, dan krijg je een vlaag over u van dat kan toch ook niet, hè, jongens. Ja. Nationaal. Als je dan ziet bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een scenario met een Laporte die heel veel voor Wout al gedaan heeft, maar omgekeerd ook. Die ook al Parijs-Nice en dan Tour eigenlijk ook een kans gekregen. Heeft ze wel gegrepen natuurlijk. Ja. Dat wordt dan moeilijk, hè? Ja, dat is heel moeilijk. Als die dan een gatje moet toerijden op Wout, dan kan ik me voorstellen dat Wout de volgende keer dat ze in een Jumbo-truitje zitten, dat dat toch... Ik denk dat, dat ze op een duur professioneel gaat dat wel overgaan. Ja. Maar ik heb net ook gezegd, hè, ieder jaar als dat WK er is, en je zit dan aan te kijken, dan denken die mannen, als ze een gemiste kans, zoals in het geval dat ik net zei, McEwen, ik kon daar ook ooit gestaan hebben. Dat is toch wel een serieus gat in mijn palmares. Ja. Ja, moeilijke situaties. Moeilijke situaties, ook voor een bondscoach. Ja. Maar met andere woorden, de val waar België vooral niet mag intrappen is de val van Leuven om de koers echt volledig te willen dragen. Dat zal natuurlijk niet evident zijn. Kan je dan op een bepaald moment bluffpoker spelen? Want je dreigt dan misschien de koers ook te verliezen. Als iedereen zegt van... Allee, op een bepaald moment zit iedereen naar elkaar te kijken en dan wat doe je dan? Wat dat ook speciaal maakt, bijvoorbeeld, wij hebben daar de jaren Gilbert meegemaakt en die was sterk in die aankomsten, licht bergop of redelijk stijl bergop, Kalberg. Kon het allemaal een beetje. Ja. Dus dat maakte de zaak eigenlijk simpeler. Dan zet hem daar af en hij werkt af. Mm. Maar hier is het niet het geval. Hè. Dat is niet, er gaan er altijd nog aan hangen. En de troef van Aert is, hij is snel. Ja. Maar er zijn er nog bij die snel zijn. Hè. Het is
het is nog altijd niet gewoon als sprint is met Van Aert. Alhoewel dat ik zijn kansen heel hoog inschat. En als er daar enige animatie ervoor is en er komt toch een soort van kopgroep tot stand met de beteren, dan een Evenepoel wel een keer zou kunnen wegrijden. Liefst alleen. En dan zit Van Aert helemaal op zijn gemak. Hmm. Een scenario dat natuurlijk ook zich zou kunnen voordoen en dat we eigenlijk op het EK ooit gezien hebben met... ooit vorig jaar, geloof ik, hè, met Evenepoel en dan Colbrelli. Ja. Evenepoel kan natuurlijk... We zeggen allemaal, we gaan Evenepoel vooruitsturen. Maar stel dat hij iemand mee heeft die sneller is. Wat doe je dan? Ja, dan zullen ze wel het geleerd hebben, denk ik. Ja. Hij moet wel alleen wegrijden of met mannen die hij kan kloppen. Ik zei bij voorkeur alleen, hè. Eigenlijk want, de sprinterskwaliteiten zijn niet van die aard dat je kunt zeggen met wie mag hij wel naar de streep gaan. En dat is niet evident op een WK natuurlijk. Nee, maar we zitten hier wel met twee fenomenaal goede renners. Hmm. En als je Evenepoel 100 meter geeft, dan gaat hij waarschijnlijk ook nooit meer zien. Hmm. Als het op de goede moment is. Hè. Ja. En dan is het ook afwachten. Zit er een geïsoleerde Fransman, zit er een geïsoleerde Nederlander of whatever... Gaan die samenwerken? Duurt dat even? We hebben gezien Wout van Aert, die rit in de Tour in Calais. Je moet ze niet veel geven, hè, die man. Dat zijn echt vliegmachine bijna. Als het over de laatste 10 kilometer gaat. Bij Remco mag het zelfs nog ietsje verder zijn. Die valt echt niet meer stil. Nee. Dus ik zat met bewondering te kijken. Ik dacht, gelijk een verschroeiende demarrage op La Redoute. En dan heb je daar iets wat veel mensen onderschatten. Die bocht naar rechts en dat loopt van geen meter. Hè. Maar daar liep er al uit, Evenepoel. En ik denk dat boven was, dat was eigenlijk 2,5 kilometer na zijn demarrage, zei ik al, schrijf maar op. Luik, Bastnak, Luik, Evenepoel. Ja, maar dat kunnen we weinig renners zeggen. Nu, hij ligt zo, zelfs op zo'n gewone wegfiets, zo aerodynamisch, dat ik soms denk, ik ben nu heel groot, mocht de coureur zijn en ik zit in zijn wiel. Ja. Ik zou niet zo graag in zijn wiel zitten, want je pakt nog wind. Hè. Ik heb dat echt... uit Victor Kampenaars zijn mond gehoord. Ik zat in Dauphiné, ik was de laatste dag nog afgekomen, dat was de Ronde van België, die fameuze rit dat hij met Evenepoel ontsnapt was. Ja. En dan de krampen krijgt. Ja. En hij mist zijn bocht. En hij valt. En ik was dan, zondag zie ik hem daar zitten in een bus, ik zeg, valt dat wat mee? En ik bedoelde zijn schaafwonden en zo. Goh. Dat is allemaal niks, hè, zeg maar. Die kleine hebben me wel belachelijk gemaakt. Ik ging sowieso uit zijn wiel, hè, Mark. Ik ging er sowieso, ik kon er niet blijven. Ik zweer het, als ik niet val, dan ging ik mij los uit het wiel rijden. Nu, als een Victor Kampenaars dat zegt, dan wil dat wel veel zeggen. Ja. En dat heeft voor een stuk te maken met het feit dat hij zo laag zit. Hij zit zo laag dat je niet kunt wegstoppen. Ja. Ook als hij de Kampenaars niet zoveel groter, wel veel breder. Ja. Maar... die dreig die je normaal hebt achter de renner, dat is bij hem, hij pakt minder. Hè. Je zit daar echt niet op je gemak. Hè. Je ziet dat ook dikwijls als een zo doortrekt. Dat begint langs alle kanten te trekken bij die andere mannen. Hè. Ja, dat, ik moet zeggen, dat is meestal van bijna zwart-wit beelden geleden dat je dat ziet, dat renners uit het wiel rijden. Ja, dat is vooroorlogs bijna. Ongelooflijk. Hij heeft er zo een paar in dingen ook. Hè. Parijs-Brussel, vorig jaar nog, reed hij gewoon iedereen. Enfin, er reed een deel van de groep verkeerd. En de laatste was M.E. de Gent, denk ik. Ja. Die dan op de steenweg naar Brussel, de Nienhofse steenweg, 4-vaksbaan, die gewoon ter plaatse laat. Hè. Ja. Dat is, in rennerstermen is dat verschrikkelijk. Ja, dat is eigenlijk een beetje het equivalent in het voetbal van door je benen gespeeld worden. Zoiets. De ultieme vernedering uit het wiel gereden worden. Fantastisch. Mark, we kijken nog meer uit naar die wegrit nu met de voorzetten die jij gegeven hebt. Het wordt tactisch zeer interessant als ik jou bezig hoor. En kijk vooral ook uit wat je nadien daarover denkt. Je hebt hier ook een notitieboek, zie ik. Ja. Kijk jij zo naar de koers altijd, notities nemen? Ja, ik heb het is al vrij goed gevuld. Hè. Ja, ik heb niet alle ritten van in het begin gevolgd van de Tour. Ja. Maar ik vind, als je het doet, dan moet je het ook wel goed doen. Wij appreciëren dat enorm. Ik heb het u gezegd, ik heb nog geen column van jou gemist. En ik pik er altijd, zelfs na in de koers, heel aandachtig bekeken, pik ik er altijd dingen uit. Doe me plezier, dat was de bedoeling. Dus, En ik ben er zeker van, mensen naar deze podcast ook. Oké. Dankjewel, Mark. Graag gedaan.
Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Naar goede gewoonte gaan we ook bellen met onze verslaggevers aan de overkant van de aardbol, waar de toiletten in de andere richting wegspoelen. Wim Vos en Guy van den Langenberg zijn de gelukkigen die dat natuurfenomeen mogen aanschouwen. Goed, onze reporters Wim Vos en Guy van den Langenberg hebben we bij ons aan de andere kant van de lijn, aan de andere kant van de oceaan, de stille oceaan, waar het stilaan slapenstijd is. En hier, ja, namiddag zoiets, dat is altijd het tijdsverschil waarmee we zitten. En dan zijn we zeer benieuwd hoe het intussen zit met Tadej Pogacar, want we kregen een inkijk in zijn eetgewoonte aan de ontbijttafel. Jullie zitten in hetzelfde hotel. Zijn toastkwaliteiten, dat was niet om over naar huis te schrijven, niet naar Slovenië te schrijven. Hoe zit dat intussen met Pogacar? Wel, we kunnen het niet meer zeggen, Michael. Precies dat we er op de podcast over hebben gesproken. Is de Sloveense delegatie trekken zich elke ochtend, middag en avond terug in een apart zaaltje. Ja, geen pottenkijkers meer. Geen pottenkijkers meer. We kunnen wel zeggen dat de Sloveense delegatie intussen flink is aangegroeid. Waar ze vorige week, was Pogacar hier nog helemaal op zijn eentje, is er nadien zijn vriendin bijgekomen. Dan is het nu toch echt wel een delegatie van een 30-40-tal man, hebben we gezien. Ja, dus inderdaad geen eenling meer. En ik denk dat er ook wat meer structuur in zijn maaltijden zal zitten intussen. Goed, ja, vandaag hadden we mixed team relay. Dat is natuurlijk een vrij nieuwe discipline. Altijd een beetje mixed feelings daarover ook. Hè? Een nieuwe discipline die gepromoot wordt. Fijn om naar te kijken. Niet iedereen start daar met de toppers. En daardoor ja, wordt er soms ook wat smalend over gedaan. Guy, zeg eens, mixed team relay, wat vind jij ervan? Ik heb met verbazing gekeken, Michael. Ik bedoel, de eerste drie teams, dat waren Nieuw-Caledonië, Tahiti en Samoa. En vooral Samoa, die lieten toch wel een heel belabberde indruk in die mate dat ik hier durf stellen dat elk dorp in België een team kan samenstellen dat sneller rijdt dan Samoa. Een gemiddelde van 32 per uur. Ik kijk heel toevallig naar Rijkenvorstel, het dorp waar ik woon. En dan, ja, Toon Aerts, Thijs Aerts, Jens Adams, dat zijn onze drie mannen. Drie vrouwen die snel met de fiets kunnen rijden, die moet ik nog zoeken. Maar bon, 32 gemiddeld, Samoa zal achter Rijkenvorstel eindigen, zeker weten. Ja, het is misschien een goed tv-format na de tijd van ons leven. Inderdaad, dorpen vinden die sneller dan Samoa rijden. Rijkenvorstel is er alvast bij. Steken voilà. Wim, gaan jullie een ploeg kunnen samenstellen? Ik zal niet in die ploeg zitten, maar ik vermoed dat we het wel zullen kunnen, ja. Het is gewoon een beetje pijnlijk, hè, Michael. Ik herinner me ooit een voetbalinterland, ook met Samoa tegen Australië, ik denk een jaar of 20 geleden, die eindigde op 31-0 met de 13 doelpunten van Archie Thompson, die later nog bij Leeds heeft gespeeld. Ja, dit is een beetje de wielervariant van dat verhaal. Hè. Ik denk dat er een van die drie jongens, ik denk na 1,5 kilometer gelost is. Ja, maar dat is een beetje folklore. Moet dat niet kunnen op een WK? Of? Nee. Ik vind dat niet, dat dat moet kunnen. Nee. Ik vind dat je daar je eigen beetje zelfverminking van je eigen wereldkampioenschap hebt. Je maakt het bijzonder klein door zo'n landen te laten deelnemen. Elk zichzelf respecterend wereldkampioenschap, die zet een bepaalde norm. Laten we zeggen toelatingsvoorwaarden. Zo werkt het in elke sport. En ja, hier worden die landen, ik begrijp het wel, het is een beetje uit sympathie, het is allemaal niet fair. Ze kunnen naar hier komen, ook eens van zo'n evenement proeven. Maar ja, het hoort gewoon niet thuis op iets wat je als een wereldkampioenschap bestempelt. En dan bij de toppers, ja, de mixed team relay op zich, Zwitserse ploeg, Italiaanse ploeg, Nederlandse ploeg ook, die stonden er wel met sterke ploegen aan de start. Wij Belgen niet, hè, Guy? Ja, wat moeten we daarvan denken? Dat zijn keuzes die je maakt. Ik bedoel, dat zijn vooral keuzes die de kopmannen maken. Ik bedoel, start je vandaag met Van Aert, Evenepoel en Lampaard, ja, dan is de kans zeer groot dat je al sinds de snelste tussentijd hebt bij de mannen. En dat je zeker ben je nooit, maar dat je toch een grote kans hebt dat je medaille bij elkaar fietst. Maar de Belgen kiezen daar niet voor. Zij zetten alles op de wegrit. Omdat die wegrit toch wel iets of wat meer prestige heeft. En het is natuurlijk ook veel belangrijker voor Wout van Aert en Remco Evenepoel. Ik bedoel,
mocht de wereldtitel Mixed Relay op hun palmarès staan, ja, dat verandert niks aan hun palmarès. Mochten zij wereldkampioen worden, dat verandert natuurlijk heel veel aan hun palmarès. Dus het is een verdedigbare keuze. Filippo Ganna bijvoorbeeld, die weet dat de kans klein is dat hij wereldkampioen wordt. Ja, Wout van Aert is natuurlijk een ander verhaal. Dus ik kan best begrijpen, Koen Bissiger, kan ik ook heel goed begrijpen dat hij voor de mixed relay kiezen. Ja, in Koen's geval misschien, ja, die wil ik nog wel een waterkantje toedichten in de weg. Maar bo, dat zijn heel bewuste keuzes die je maakt. Zwitserland heeft dan ook nog het voordeel dat ze bij de vrouwen ook met Marlon Reusser ook nog een wereldtopper hebben. Dus ja, het zijn makkelijk te verdienen medailles, maar natuurlijk het soortelijk gewicht van deze gouden medailles is een pak kleiner dan het gewicht van een individuele wereldtitel. Samoa hoort misschien niet thuis op het WK, maar Wim, de mixed team relay, hoort wel thuis op het WK? Ik ben daar genuanceerd in. Ik vind dat je voor zo'n nieuwe disciplines, want dat is het, bestaat nu 3 jaar, ja, dat je daar toch voor moet openstaan. En het is niet omdat wij Belgen daar nu vandaag niet zo goed in zijn, om te beginnen, of dat we daar niet vol inzetten. Maar als je kijkt, wat Guy ook zegt, er zijn andere landen dat wel doen. Hè. Nederland staat hier met een heel goede ploeg, Italië, Zwitserland, de Duitsers ook. Ja, ik vind niet dat je dat meteen zo moet afschieten, zo'n evenement. En het wielrennen slaat zich daar ook aan bij een tendens die je ook in andere sporten ziet. Hè. In de atletiek, in judo zelfs, in de triathlon. Heb je overal van die gemengde aflossingen. Slaat ook aan met een tendens in de maatschappij, wat gendergelijkheid, die dingen allemaal. De Olympische beweging ziet dat ook graag. Dus ja, wielrennen probeert op die golf mee te surfen. Is dat een volledig succes momenteel? Nee. Maar je moet er wel voor openstaan, vind ik. Ja. Het is wel jammer dat landen, en toch ja, traditielanden als Groot-Brittannië, die hier ook een fantastische ploeg aan de start zouden kunnen brengen, dat er die niet bij zijn. Enfin, die schrijven zich gewoonweg niet in. Ook Amerika heeft zich niet ingeschreven. Enfin, er zijn ook wel wat landen die best wel van de partij hadden kunnen zijn, maar die toch niet hebben meegedaan. En dat is jammer. Enfin, ja, je moet het nog tijd geven om te groeien. Wim en ik, wij waren op het WK Veldrijder in Fayetteville, waar ze het ook geïntroduceerd hebben. Ik denk dat er 6 ploegen hebben deelgenomen, waaronder Verenigde Staten A en Verenigde Staten B. Dus ja, de wielerwereld staat er precies nog niet, of de federaties staan er nog niet echt open voor. En dat is wel jammer als je dan als UCI toch probeert. Dan zou je misschien als federaties toch ook wel een kleine inspanning moeten leveren. Zeker als je voldoende renners ter plekke hebt. Ja. Ja, de datum is misschien wat ongemakkelijk, maar goed, die discipline op zich heeft alle kansen, moet alle kansen krijgen. Wie weet vindt men dan op een bepaald moment een betere datum of een andere platform, wie weet, op de Spelen. Dat kan altijd. Gewoon, Michael, Mathieu van der Poel heeft vandaag 14 kilometer moeten rijden. Bedoel, daar ga je je wegrit niet mee hypothekeren. Nee, maar Annemiek van Vleuten misschien wel. Hè? Die is, zal nog moeten blijken. Het is heel vroeg, maar zij is tegen het asfalt gegaan. Ja, de wegrit is voor haar heel belangrijk. Bon, moet je daar rekening mee houden? Ja, dan mag je bij wijze van spreken niet meer gaan trainen, ook op de duur. Maar zij kan het daar misschien wel achteraf berouwen. En dat zal ook voor veel renners in de toekomst een argument zijn. Hè? Vaak zie je wat Van Vleuten vorig jaar of 2 jaar geleden is overkomen. Dan kan je zeggen van oké, ik doe niet mee, want de kans dat op een valpartij is ja, die is bestaande, hè? Maar die is altijd bestaande, zoals je net zelf zei. Bij het tijdrijden, de junioren, hadden we natuurlijk het verhaal van Jens Verbrugge met zijn fiets, al onbekend. Mensen moeten het maar nalezen op onze website. Het hele verhaal is uit de doeken gedaan, fiets afgekeurd, verkeerde voorblad. Maar ook een heel mooi verhaal was natuurlijk Phoebe Joris, die bij de meisjesjunioren dan brons pakte. Echt een opsteker, Wim. Ja, absoluut, absoluut. Ik sprak voor het afreizen naar Australië, sprak ik met iemand van de bond. En die zei mij, of die fluisterde mij een beetje toe van kijk, ik heb eindelijk eens hoop dat we hier met een meisjesjuniorenploeg zijn die niet helemaal naar huis wordt gereden. In het verleden was het soms een beetje pijnlijk, een beetje vernederend zelfs. Zoals in een wegrit, want was de wedstrijd half weg en al waren alle Belgen al laat, of deden ze toch niet meer mee. En af en toe pakten ze wel eens een medaille of zetten ze wel eens een goede prestatie neer. Het waren altijd zo'n beetje bloemen in de woestijn, één zaten. En nu krijg je eindelijk een beetje het gevoel dat er ook bij die vrouwen wat basis groeit, waarop je kan voortbouwen.
En ik denk dat die Fabio Joris, die is 17, in het tijdrijden, toch een zeer specifieke discipline die veel vraagt. In een wegrit kan je nog eens per ongeluk, bij wijze van spreken, in de top 5 eindigen. Maar in een tijdrit, als je dat doet, ja, dan heb je toch iets in je mars. Het feit dat dat dan lukt, ik denk dat dat echt wel een opsteker is voor de Belgische wielerbond en voor het Belgische vrouwenwielen in de toekomst. En ze wil ook blijkbaar uitgangbord zijn. Ze zegt dat, ja, ik hoop dat ik meisjes kan inspireren. En ja, ze heeft een ongelooflijk vlotte babbel. Hè. Het is echt iemand met wie die je best voor een camera kan halen. Ja, maar dat geldt voor al die jonge juniorenbeloften tegenwoordig de tijd. Ja. Dat pamelen voor een camera, die is lang voorbij. Het zijn allemaal eigenlijk... Je moet het aanmoedigen. Het zijn allemaal volwassen persoonlijkheden, zelfs al zijn ze soms maar 17 of 18 jaar. Ja. Michael, ik wil dat nog even aanvullen. Dus eerst daar in de krant zal er ook een verhaal verschijnen met Jade Lindhout. En hou je vast, dat is een tweedejaars junior. En dat is een derdejaars geneeskunde aan de VUB. Wow, dus die is hoogbegaafd, maar kan ook zeer goed fietsen. En een mooi verhaal eigenlijk. Ja. Straks in de krant. Lezen allemaal. Voilà, kijk, een beetje reclame maken mag. Goed, ja, hoe zit het daar eigenlijk met de sfeer? Dat vraag ik mij ook af. Vorige keer hebben we het over de beelden gehad die ons bereiken. De beelden van walvissen, de beelden van Sydney, maar die blijkbaar toch misschien wel vooraf opgenomen zijn. Hoe zit het daar met de sfeer? Wat mogen we misschien verwachten bij de wegrit langs de kant? Leeft het daar, Wim? Op dit moment niet echt, moet ik... Nee? Eerlijk toegeven, nee. Bijzonder weinig volk. Nu is dat bij die tijdritten, gebeurt dat wel vaker. Maar het valt toch echt wel op. Mensen worden niet totaal niet warm voor dat WK. Er is ook heel weinig beleving rond. En vanavond zaten we in het Hotel van de Belgen en we spraken daar even met Jasper Stuyven. En die zei letterlijk van, ja, als wij gaan trainen, mensen steken middenvingers naar ons op. Wordt absoluut niet geapprecieerd dat die wielrenners een beetje in hun weg komen rijden. En oei, middenvinger zelfs, hè? Ja, en dat is toch wel een beetje de sfeer. Guy kan dat ook, hij sprak mij in Australië. Die zei, ja, dit is echt een regio waar wielrennen totaal niet populair is, in tegendeel. Ja, absoluut. Dus een collega uit Sydney, die zei, ja, in Sydney heeft wel een hart voor wielrennen. Adelaide veel meer, dat kennen we uiteraard van de Tour Down Under. Ook Melbourne, daar is het fietsen ingeburgerd. Maar Wollongong, nee, dat vinden ze maar niks. En dat wegen worden afgesloten en dat soort zaken. En ze hebben ook het gevoel dat ze er economisch geen baat gaan bij hebben. Dus Wollongong is not into cycling. Ook de vogels van Wollongong niet. Nu is Bauke Mollema het meest recente slachtoffer van de vogels daar. Ja, en al voor de tweede keer. Hè. Dus eerst was het een extra magpie. En nu was het een klad meeuwen die het op Mollema heeft gemunt. Dus arme Bauke. Ja, ik zou zeggen, let daar toch op. Misschien toch een helm opzetten als jullie buiten komen de komende dagen. Goed, in elk geval, bedankt weer voor de update vanuit Australië. Ik zou zeggen, slaap wel. En we horen elkaar binnenkort nog eens. Hè. Graag gedaan. Bedankt dat jullie weer bij ons waren. Tot gauw, tot de volgende WK-update in samenwerking met Skoda. Houd de site van het Nieuwsblad Sport en jullie favoriet podcastkanaal in de gaten. Tot dan! Je moet daar niet meer aarzelen natuurlijk. Maar er sluit veel volk aan het veld stil.